Gamestone Quick gebeuren nog nooit een keer geweest dat ze een hele run konden doen. Sad. Oh. Ja, maar echt. Dus dat, dat is een beetje minder. Beetje jammer. Yep. Ach ja. I didn't keep you waiting. Het is ook niet alles. Als ik probeer te speedrunnen, dan hit ik ook nooit mijn target in één keer. Bij mij doet het ook een paar aantal keer. Perhaps she's busy with her research. En dit is 30 speed. Ik krijg wel weer echt jeuk om het te gaan doen, maar ja, ik heb nog zoveel andere dingen te doen. Speedrunnen, dat zet ik maar eventjes op een laag tandje. Well done. You certainly know what you're doing. Powder snow. Dit is ook een leuk project. I thought we might go and see it for ourselves. Een ribbon quest. Alleen ja, dat zal ook nog wel even duren voordat ik echt daadwerkelijk ben begonnen. And she's likely frantic about her egg. Cool. Eerst de Pokémons hebben die geweldig zijn en shiny. Here we are. I do think this is where we'll find her. Zijn, ze zijn snel geweldig. The terrain's typical of where the breed would nest. Nah, maar stats boeien mij ook, dus ja. Als ik iets echt een hekel aan heb, dan is het tegenvallende stats. Dragons are hard enough to run. Snap je? Maar mag ik vragen, wat doe je met die stats? From simply standing here. Nou ja, je bent dan gewoon beter. Je bent dan een goede Pokémon. Sterker dat snap ik, maar wanneer gebruik je ze dat je die stats nodig hebt? Als je competitive gaat spelen. Ja, dat snap ik, maar doe je dat? Nou ja, misschien wel. Je moet wel voor de ribben. Oh ja, voor de Battle Factory en zo. En voor die. Dan is het een goed argument. Maar ik bedoel, op andere momenten vind ik het wel leuk en aardig om wel goede Pokémon te. Maar als je nooit mee gaat vechten, waarom zou je het dan doen? Zeg maar, snap je? Ja, kijk, als het alleen maar dingen was zoals contest en zo, dan boeide het echt niet. Oh, Rusty vraagt hoe ver je met de Inazuma mod bent, Paddy. Ja, ik zag een linkje even uitpraten. Maar, ik ben bezig met de toernooien. Die zijn ook belangrijk. Ik heb de story uitgespeeld en ben nog bezig met toernooien, dus dat. Dan heb ik nog een vraag voor jou, Mike. Hoe ver ben jij met de game? Want jij was toch ook begonnen? Ja, Rusty krijgt niet voor elkaar om online te spelen met het spel. Niet? Nee. Oh. Dat is echt heel jammer. Shit, bro. Dat is wel spijtig. Ik heb hem helemaal. Oh. We moeten hem aanklagen, die Nintendo. Dat we niet online kunnen spelen. Op een emulator. Op een emulator. Ja. I see this as an absolute win. Kijk, HP is dit. 31. Ik ga morgen weer Dark Souls 2 spelen, Paddy. Oh. Met Bataman, mijn maatje. Donkere zielen. Ja, zeker. Wel hebben... donker zijn ze, dat zie je. Nou ja, sommige stukken zijn echt fucking kut. En we moeten nog een kutstuk doen. En we moeten de game 2 keer uitspelen. Leuk. Heel leuk. Maar waarom 2 keer? Omdat hij toch zo'n trophy hunter is. Hij wil toch alle dingen op... trophyën. Ja... En omdat de nou ja, je moet voor de ending... Nee, voor de endings boeit het niet. Want je hebt maar 1 trofee ervoor. Maar je moet alle miracles, pyromancies en hexes en wat nog meer. Hex? Ja, hexes is dan een wat ze in vanaf deel 2 hebben toegevoegd. In deel 1 heb je nog geen hexes. Maar dat is ook een soort van magie. Magische poeder. Jazeker. Nou, en... En bij sommigen moet je dan om dat te krijgen, dan moet je of in een Confident iets van 500 duels hebben gewonnen tegen andere mensen.
Maar ja, die game wordt niet zoveel gespeeld, denk ik, voor die confidence. En de andere methode om hem te krijgen is een ziel van een bos inruilen in nieuw game plus plus. Bijvoorbeeld. Dus ja, we moeten sowieso de final boss 2 keer verslaan. En als ik Bas goed ken, dan gaat hij sowieso zeggen, nou ja, nu we toch in nieuw game plus plus zitten, kunnen we net zo goed die boss nog een keer verslaan. Ja. Tenzij hij ook zoiets heeft van, nou ja, fuck dat. Laten we naar Bloodborne gaan. Ja, klopt, Rusty. Hij is wel echt vol op de en nou is een hele goede start. Dus een hele goede. Dit is je repenzoomer, of niet? Ja, van een repenzoomer. Heb je ook alle moves met die je met meerdere personen doet? Nou, heb je goed lopen grinden. Dan heb je flink lopen grinden. Zit ik toevallig op grinden? Nou, ik denk onze boy Mike niet. Maar hij is wel van de Pokémon's grinden, dat denk ik wel. Of niet soms Mike, als ik je Mike mag noemen. Maar zo weet ik het, denk ik wel. Ja, maar... Het is meneer Mike voor jou. voor jou is het Rusty Ox NL en niet iets anders. Maar hij is het Rusty rondje. Hij is ook 2 meter van mij vandaan, maar, maar ik zag hem niet. Wat, Rusty? Ja. No way. Hij stond bij mij in de winkel. What the frick? Maar ik zag hem niet, ik was te druk bezig. En hij smaaide ik niet. Hij zei van niet van, yo Milaning! Hij zei niet eens gedag heen. Nou, hij wou wel gedag zeggen, maar ik zag hem niet. Oh. Oké, ik heb de bekens genoteerd. Even kijken, wat hebben we hier? Ik ga even naar de WC. Ga jij lekker een plasje doen? Kijken. 1 vee. Oh, dat killt niet, joh. Had wel wat zou kunnen. Wat, Confusion tegen Tentacool? Ja. Nee, goede special defense. Zo ook in de speedrun zo. Je kan hem niet one-shotten. Misschien tenzij je crit, maar... Kijk, hoeveel HP heeft dat ding nog? Ja, niet veel. Ja, je kan hem alleen one-shotten met een kill. Maar meestal ga je er niet voor. Je gaat meestal gewoon voor Confusion inderdaad. En dan Flame Wheel op de... Of Shadow Rush op de Cacnea. En dan doe je... Finish hem met Return. Om animatietijd te besparen. 2 keer 0,5. Kijk, dit is 1 plus 1 keer 0,5. Deze is 2 plus 0,5. Deze is 0 plus 0,5. Dan is de derde beacon het beste. Hier is die Remoraid die kan vangen. Remorating? Ja. Maar wil je ook Remorating? Het is gewoon meer, ik krijg die Remorating nooit gevangen, op puur omdat hij zo laag level is. Je killt hem altijd per ongeluk, altijd. Je moet gewoon dupe Great Ball en dan heb je hem. Volgens mij is de catch rate niet zo heel hoog van dat ding. Ja, ik stond tweede in de rij van meneer Service Bali. Maar ik ga als ik weer geld heb weer die kant op. Waarom zou je heel graag naar de... Fuck, ik ben even de naam kwijt. Waarom zou je heel graag naar de winkel van de ANWB willen? True.
Als de reden Milan is, ja oké, okay, dat snap ik, maar daar los van. Want je bent er al toch al geweest voor service. Is er nog iets anders wat je moet fixen? Verzekering. Ja, oké, maar waarom doe je dat dan niet de eerste keer? Ja, tenzij het niet kan. Ja, weet ik veel. Geen flauw idee. Oh ja, wacht. Dit was wel degene die ik moest deleten. Oké. Okay. Oh. Ja, oké. Okay, nee. Ja, doe je toch wel goed? Ja, ik deed het. Zeg maar, ik delete iets uit mijn party. En dan verspringt de Pokémon die ik niet wil deleten. En dan denk ik, fuck, ik heb de Pokémon gedelete die ik niet moest deleten. Ja, ik ken. En dan zie ik hem nog in mijn party staan. Denk ik, oh. Gelukkig. Gelukkig. It's super effective. Joehoe, that is nighting on the cake. Nighting on the cake. Ik vroeg net aan Rusty waarom hij nog een keer naar je winkel zou moeten gaan. Oh, omdat hij volgens mij iets nodig heeft bij de Coolblue. Moet bij een winkel daarnaast zijn, dat is de Coolblue. Oh, oké. Professor Weasley said er zit gewoon een Coolblue winkel naast de AWB winkel bij jullie. What the freaking? Nou, dat komt nog eens mooi uit. Ja. Ik heb niet zo'n package nodig van een Coolblue. I wonder if it belongs to the Phoenix Natty mentioned. The one Harlow and the poacher pack are on. Ja, oké. Okay. Leuke vrachtwagens, hebben jullie dat ooit gezien? Een Coolblue. Ja, waar die gastjes in rijden, toch? Als ze langskomen. Die vrachtwagens, die hebben achterop van die waarschuwingsborden met Mario items erin. Oh. Met de mushroom en met de banaan. Oh, die hebben, nee, dat heb ik nog nooit gezien. Nou, moet je maar eens een keer opletten als je zo'n vrachtwagen ziet. Ik zie ze heel af en toe gewoon in de wijk rijden, dus ik zal opletten als ik ze weer zie. En dat is wel inderdaad grappig. Heel ziek, zoals Sandring zou zeggen. Zieking. Heel zieking. Kijk, dit is eentje. Team Defense. 27 Special. 70 Special Defense. Oké. Okay. Nee, Slugma! Slugma ging dood door bubbels. Slug my balls. Oh. Bubble my balls. Oh boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Want Nandowing, ik ben namelijk wat spullen voor mijn setup aan het vervangen, omdat het niet zo goed meer doen. What the freaking? Is dat zo, hein? Zoals? Dat zegt Rusty Rondje. Dat kan toch niet waar zijn, dit? Ah, ben je wel goed... Nee, inderdaad, dat is niet normaal meer, maar dan ben je wel goed op tijd. Voordat jullie dat project met z'n vieren doen. Oh, daar zijn we al mee bezig. Oh. I'll make you wish you were back at school. Shit. Ach ja, oh, wat is dit? Ik kreeg een mail van Blurrup met die sound effects. Major update. Need a mic, maar een minor update. Ik, laat maar, dat heb ik niet gezegd, want dat kan niet maken. Wauw. New ways to get discovered, Twitch. Waarom krijg ik dit van Blur? Een nieuw vertical scrolling discovery feed is coming to Twitch. Jee. Oké, maar dat is dan wel leuk, maar wat hebben jullie daarmee te maken? Moet ik dit niet ontvangen van Twitch zelf? Nee, dat is waarschijnlijk een widget voor op Twitch. Van oh. Snap je, Ink? Oh ja, dat verklaart het wel een beetje. Dat verklaart alles. Boonie. En dan met PostNL komen ze niet op tijd, omdat mijn adres nog officieel niet bestaat. Oh, nice. Dat je adres bestaat niet officieel niet. Nou, nieuw adres, een nieuw postcode. Dat is heel bijzonder, want dat huis waar ik ga komen te wonen, dat
Ja, dat staat nog niet eens op Google Maps volgens mij. Maar de pakketbezorger die is al flink een aantal keer daar geweest. What the frick? Ja, 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 dat waar ik ga wonen, dat is ook nieuwbouw. Dat huis is letterlijk vorige week opgeleverd. Dat is geen grapje. En dat is echt geen grapje. Ik kan Milan zo de foto sturen. Of nou ja, ik kan dit in de groepsapp, kan ik zo de foto sturen van de binnenkant en een beetje de buitenkant van het huis. Eerst een nieuwe jacuzzi dan. Nee, dat wordt nou, is er al een bar, Nando? Een bar? Nee. Zijn er al watermelon fishes? Nee. Maat, prioriteiten, hè? Nou ja, er moeten nog tegels worden ingezet. En ik ben bezig geweest met de achtertuin parken. Omdat er plaatsjes komen voor een jacuzzi. Ja, ja, ja. En een overkapping en... Hé, hey, dat is een Engels hond. Ja, overkapping. Eeuw, ik zie de Walt. De Walt? Ja. Wat is de Walt? Is een decoupeerzag wat daar leg? Voor mij wel. Geen idee. Ik heb geen verstand van... Is dat die tafel, bedoel je? Ja. Ja, ja, dat is mijn slaapkamer. Of, nou ja, dat wordt mijn slaapkamer. Zo'n lachram? Ja. Ja, dat vond ik ook, hè. Echt verschrikkelijk. Ik snap dat echt niet, maar dat hoort, zeg maar, bij de architect. Die architect heeft dat zo bedacht. Wat voor fucking debiel ben je dan als architect? Jij bent al echt een reus van een gozer aan zo'n lachrampie. Nou, als je nou een Lilliputter was, had gezegd, hè, oké, hè? Ja, maar echt. Nou ja, ik ben ook niet heel lang, hoor. Heel veel van mijn vrienden die zijn gewoon een kop groter dan dat ik ben. Maar het voordeel van wel dit alles is dat ik een eigen doucheruimte heb. Het nadeel is, in die doucheruimte komt geen wc. Nou, dat is echt zwaar. Dus we hebben nog wel een wc. Maar je kan het gewoon in een doucheputje doen. Ja, dat zei een andere vriend ook al. En dan zegt hij, dan moet je gewoon even persen in het doucheputje. Gewoon even elke dag even een paar laxeermiddel te nemen. Ja, joh. What the frick. Ik heb het ook echt de reactie van Sander backing you. Oh, Rusty, wat heb ik gemist? Waarom moet Nando dat allemaal al hebben? Oh, kut. Omdat hij zo'n jacuzzi boy is. Oh ja, daar gaat het over de jacuzzi. Ja, waar ik nu woon, daar hebben we een jacuzzi. Dus vandaar. Prioriteiten, Nando. Ja. Ja, mijn ouders die hebben toch wel wat andere prioriteiten en ik snap ze volkomen. In principe. Nee. Fucking bed. Fucking wc. Fucking jacuzzi. Ik wil gewoon kunnen slapen. Ja, dat kan ook in de jacuzzi. Dekentje erin, kussentje erin en klaar. Ja. Ja, joh. Graadje warmer zetten in de winter op het thee. Hoppatee, lekker warm, lekker knus. Eén voordeel, je hoeft nooit te douchen. Dat is waar. Kijk, je komt er misschien als een rimpel er open uit, maar dat maakt niet uit. Maar echt. Hey, Shiny Ice Cube, what the fuck? Yo, die is cool. toch nog een roze ijsblokje. Ja, die was ik niet eens aan het hunten, what the fuck? Ah joh. Random Encounter, Shiny Ice Cube. I would take it. Je had ging over de jacuzzi en de bar, ja. De bar die... hoe moet ik daarover zeggen? Is bar. Hij is een drinking boy. Mm-hmm. He do be loving his drinking. Inderdaad, ding. Oh, even die omwisselen.
Nee, in principe heb ik ook in dit huis geen bar. Nee, daarom moet hij ook komen. Ah. Prioriteiten, Nando. Wat verdorieing dat ik dat niet door had. Ja, kaboom, inderdaad. Wat wel echt vet is, ik heb toestemming gekregen om eindelijk een koelkast in mijn kamer te zetten. Hey, zo'n langwerpige monsterkoelkast. Nee, dat willen ze absoluut niet. Want? Nou ja, dat vreet te veel stroom. Nou, ik wil mijn kamer ook gewoon zo'n lekkere kleine mini-fridge. Ja, ik wilde een redelijk kleine met vriesvak voor ijsblokjes. En dan gewoon een koelkast waar van die pets in kunnen. Wat gebeurt hier allemaal? Heb je weer shiny gevonden? Ja, shiny floatsel. Yo. En zo ga je van 0 shinies naar 2. Gewoon binnen een minuut of zo. What the fuck? Dat kan allemaal. Terwijl ik gewoon Celestial aan het hunten ben in die grot. Hallo, zo zie je maar. Het kan allemaal in de BZT-show. Ja. Oh, daar is een Shadow Pokémon. Ja. I should investigate. Oh, wacht. Ik deed het verkeerd. Ik moest naar Move Items gaan. En dan de Everstone moet naar de vrouwelijke nieuwe Bagon. En dan kon ik weer deze in de box doepen. Yep. En even doeping. En dan deze twee meenemen. Jazekering. De hypothekering. Inderdaad. Hoeveel geld heb ik nog trouwens? 5 euro. Ik heb wel genoeg voor breeden. Oké. Okay. Dan gaan deze twee in de daycaring. Blijkbaar wordt de shiny of de stats die je overzet bepaald door welke Pokémon je als eerst in de daycare stopt. In Gen 3, ja, ik weet ook niet waarom dat is. Gen 3 breeding is heel raar. Ja, Wailoot is Skitty, dat zegt al meer dan genoeg. Ja. Ik bedoel maar, om een voorbeeld te geven. Zullen we voor de meme een keertje met z'n allen Totodaal hunten? Ik ga sowieso weer met z'n allen meedoen. Ja. Ja. Als hij weer een keertje door de week dat gaat doen en ik heb tijd, dan ga ik ook gewoon mee hunten. Nice. Ik ga hem sowieso nog doen omdat ik nog een keer Chikorita of Cyndaquil wil. Als je Cyndaquil wil, moet je even Zander vragen. Ja, ik heb hem al een keer gefilmd, hè. Cyndaquil? Ja. Ja. Het staat op TikTok. Dat je hem dan had gezien, maar de, of ja, nou ja, dat je hem had. Dat ik hem overheen resette, net als Sander de laatste keer. Ja, nou ja, voor hem was het niet zo erg, maar nee. Voor jou is het wel. Balen, ja. Ja, want ik heb al 2 keer de Totodaal eruit gekregen. Kut. Oh, jij bent gewoon het tegenovergestelde van Sandering. Ja. Jij krijgt wel de Totodaal. Of ja, jij krijgt wel de Totodaal. En jij is niet de andere twee. Nou, Paddy, dan krijgt één van ons de Chikorita. Ik wil de Chikorita. We kunnen altijd nog ruilen, hè? Ja. Okay. Want daarvan moet ik huilen. Big oef. Oh ja, trouwens, die vrijdag, hè? Toen we die hunt aan het doen waren. Ja. Ik had in Pokémon Go toen ook nog een shiny gevonden. Wel, welke? Tyrant. Oeh, wel een vette shiny. Ja, die is al blauw. Standig, die heeft nu in 2 dagen 3 of 4 shinies in Pokémon Go. What the frick. Nou, de naps al. Ik zei ook al van tegen en doe eens even rustig aan. Hou even wat over voor mij, alsjeblieft. Ah, ik vind het altijd kut, want die shinies die hebben altijd slechte stats. Ik heb misschien 1 keer een shiny gevonden die 3 sterren was. Daar was ik wel blij mee. Maar weet je wat toch het grappige was van die shiny trouwens? Zeg het eens. Echt 3 encounters daarvoor had ik een andere Tyrant gevangen. En die was 3 sterren volledig. Weet je wat echt heel kut is? Nou. Mijn allereerste perfect Pokémon in Pokémon Go.
Ja. De Sunkern. Oh. Nog erger. De zwakste Pokémon die er is en die krijg ik perfect. Oh. Leuk. Ik wil heel graag Rusty hier op quoten. What the hell? Ja. Godverdomme zeg. Nou, dat is echt niet fijn. Oh, trouwens, dat lijstje van die Pokémon's die ik ga hunten, Milan. Ja. Zit er eentje tussen waarvan jij denkt, oh, zo wil ik wel genoemd worden? Of kan die worden vernoemd naar mij? Wil je ze opnoemen? Ja, kom op. Kijk. Ik zag vast Riolu en Garchomp, die komen er nog bij, maar die heb ik nog niet op het lijstje gezet. Okay, ja, die wil ik ook allebei niet genoemd worden. Ah, oké. Ik heb Groudon, Kyogre, Rayquaza, Salamence. Ja, Rayquaza sowieso. Oké, okay. Moet ik hem Shiny Sprites noemen of gewoon Milan? Nee, noem hem Milaning. Milaning, oké. Okay. It is done. You won't get up snow, which Mike, wil jij er ook nog eentje vernoemd hebben naar jou? Een Caterpie. Die staat niet op mijn lijstje. Wel dan Zoomeril. Ah, die staat er... Nee, die staat er ook niet tussen. Wat een kutvis is dit, joh. Blijf gewoon in die bal zitten of zo. Hoe noemde jij Nando? What the frick? Maar noem die gewoon een kutvis, hoor. No way. Weet je wat wel echt kut is? Een vis? Nou, dat die Quillfish niet kan evolueren. Klaar de evaluering. Nou, een quillfish met alle ribbons. Nee, overquill. Dat was overquill, ja. Overquill is wel vet. Ik ga ze voor je opnoemen, Rusty. Oké, je hebt sowieso Lucario, Garchomp. Dan heb je nog Groudon, Kyogre, Salamence, Dunsparce, Murkrow, Raikou, Tyranitar, Quilava, Croconaw, Eevee, Scyther, Zapdos en Togepi. Togepi. Is aardig wat. Ik vind Rusty wel een Togepi eigenlijk. Togekiss is wel echt fucking episch. Nee, Togepi. Ja, maar ik noemde ze dan wel op, maar ze worden allemaal gewoon laatste evolutie, hè? Ah, okay. En Quilava wordt dan de Hisui en Typhlosion. Voor de rest heb ik... Ja, en Dunsparce wordt de Dunsparce. En ik weet nog niet of ik dan... Oeh, hij wil Lucario. Lucario, oké. Okay. Dan zet ik nu Gen 4. En dan eronder Lucario. En moet ik hem dan Rusty noemen? Of Rusty Ox? Of moet ik hem Mike noemen? Komt hij ineens... Een Rusty rondje. Een Rusty rondje. Ik weet niet eens of dat past. Nou, waarom rust die rondje? Nou, rust die, weet je niet wat rust die rondje is? Nou, hij weet vast wel wat het is. Niet? Rust die weet wel wat het is, maar Freddy blijft niet. Freddy weet niet wat rust die rondje is? Zeg maar niks. Het is gewoon een aardappel dingetje wat je in de oven stopt. Maar dat het dan een soort van... Of in de frituur inderdaad, maar dan is het niet echt patat, het is meer een beetje aardappelachtig. Geen idee. Hij heeft nog nooit een Rusty rondje gehad. Ik moet hem Rusty noemen. Ja, op zich past dat wel, want het is een steel type. Maar ik heb hem in mijn lijst gezet, Mike. Komt goed. Komt goed. Nou, dan moet ik nog Jordi en Sandring vragen. Alhoewel, ik denk dat Sandring het liefst iets heeft met Ing erachter. Ja, maar ik wil geen Slugma doen. Alhoewel, de Shiny is wel vet op zich. Hoppie hoppie. Pokédex. Oh, dat is de Pokédex. Ja, ik wilde checken hoeveel eieren ik in mijn party heb. Pokédex, karaoke dex.
Okidex, karaokidex. Ja. Oh, wow, ik werd bijna aangevlogen door een kilo waterrol. Een kilo waterrol? Hoeveel kilo? Waterrol. 50 kilo waterrol. Ik dacht dat het een shiny was, maar het was weer licht. De belichting naaide me weer in mijn bibs. We moeten gewoon weer dat sparkle effectje in de games hebben. Rebellion. Wat Legends heeft toegevoegd. Eigenlijk hadden ze in Legends een stap vooruit gezet. Qua shinies. Daar ben ik niet mee eens. Maar... En in Gen 9 hebben ze weer een stap terug gezet. Nee, ze hadden geen overwoord. Nee, juist wel. Dat is toch fucking vreed. Ik vind het best wel de suspense bij Encounter. Ja, maar dan hadden ze ook gewoon... Ik bedoel die hunt die ik met Paddy heb gedaan in Sword and Shield. Die waren echt episch. Ja. Zeker die milk tank. Zo! Exact 100 encounters. Precies. Maar dan hadden ze net zo goed... Daar wil ik niet aan herinnerd worden. Dan hadden ze net zo goed geen overworld Pokémon's kunnen doen en alleen maar random in de grass. Dat heb ik ook liever, als ik al eerlijk ben. Ja. Ik weet niet. Ergens vind ik dat wel, maar aan de andere kant... Als je bijvoorbeeld een bepaalde Pokémon wilt, is het echt super handig dat je ze in de overworld ziet. Terwijl als je me dit een paar jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, nee, dat is gewoon super kut.